Dus ik liep... Oh, en het was geen Marokkaan, dat ik echt even duidelijk bijgezegd heb. Het was, nee, omdat hij praat zo zijn. Veel mensen denken, zou wel Marokkaan zijn. Was het maar zo simpel. Gaan we naar een middelbare school. Ze praten tegenwoordig allemaal zo. Ja, weet je hoe ik daarachter kwam? Daar ben ik achtergekomen toen ik op het... Ik moest op het Vossius Gymnasium zijn in Amsterdam-Zuid. Hè, ik moest daar een workshop geven aan kinderen met een voorsprong. En ik kwam die school binnen. Op, nou ja... Iemand zal het moeten doen, hè? Anders raken ze hem kwijt. Nou, dus ik ging daar zitten. Ik ging daar zitten. En er zaten twee van die jongetjes... van die superblonde jongetjes... die duidelijk al 80 generaties in Amsterdam-Zuid wonen. En zo'n mees en zo'n splinter. Ja? En ik zit daarnaast... en ik hoor dat ene jongetje tegen dat andere jongetje zeggen... Yo, check dit, man. Ik heb straks dubbeluur, Latijn, vertaling. Je weet toch, Plato. En die andere zegt, chillax, check dit. Ik heb straks dubbel tussenuur. En ik vond dat zo aandoenlijk ook eigenlijk. Om, nou ja, als je eerlijk bent, een taalachterstand moet je eigenlijk heel jong mee beginnen. Daar haal je nooit meer in. Maar je voelt dus dat die jongens een poging doen. Hè, om de taal van de straat en de taal van de oprijlaan tot elkaar te brengen. Dat eindigt ook zo aandoenlijk. Toen liep die jongen die Latijn had, die liep weg. En die zei tegen die jongen die vrij had, yo, prettig chillen. Maar ik snap wel waarom ze zo praten, toch? Ja, ik snap. Als je zo praat, je kan een beetje agressie kwijt. Dat is alles. Mensen zijn bang. Als ze zo praat, zou wel crimineel zijn. Onzin. Als je zo praat, je kan een heel nette jongen zijn. Wat zegt u, mevrouw? Wilt u zitten? Ga ik staan. Klaar. Hele nette opmerking. Wat zeg je? Wil jij oversteken? Wil je hier? Geef die tas. Steek ik me over. Hier is die tas. Prettige dag. Gewoon een manier van een beetje agressie kwijt kunnen zonder dat je iemand kwaad doet. Alsof je een klein ventieletje in je mond hebt, waardoor je een beetje stoom kan afblazen. Dat is alles. Als je in Amerika vertelt dat je erg succesvol bent, dan gaan mensen klappen en zeggen, oh wat leuk voor je. Als ik hier vertel, ben je succesvol in Amerika, dan is het... ga nou maar door.